Ja, je voelt als je traditioneel lesgeeft dat gewoon heel veel kinderen zich gaan vervelen. Omdat het te gemakkelijk is of juist omgekeerd omdat het te moeilijk is en ze veel te veel oefeningen moeten maken. Terwijl als je met de vier sporen gaat werken, voelen ze zich begrepen en voelen ze dat van oké, ik krijg er de kans om op mijn eigen niveau te werken. En zijn ze ook veel gemotiveerder. Mijn naam is Himsha van Haken. Ik ben leerkracht in Sancta Maria Basisschool in Leuven, van het zesde leerjaar. Elke week donderdag komt juf Karen ook naar de klas en doen we een co-teachen. Om te beginnen, mannen, neem eens, gewoon al, maar je mag het gewoon bovenhalen, je werkboek wiskunde. Vandaag ben ik begonnen met de instructie van wiskunde. 2,7 miljard, perfect. Ik probeer die instructie altijd zo kort mogelijk te houden, zeker niet te lang. Als ik die instructie heb gegeven, ben ik eigenlijk doorgegaan naar de instructie van taal. Wat? Waarom? Waar? Waar? Wanneer? Hoe? Wanneer? Daarna zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan en hadden ze de keuze om zelf te kiezen welke vakken dat ze eerst doen, waar dat ze het meeste zin in hadden. Ik heb dan het bord overlopen met de drie verschillende groepen, met de drie sporen eigenlijk. De eerste groep is eigenlijk de drakengroep. Dat zijn oefeningen die iets gemakkelijker zijn. Dus kinderen die bij die bepalen leerstof of het nog moeilijker hebben, gaan eerder daarvoor kiezen. Dan heb je de wingsuits, dat is de middenste groep. Dat is eigenlijk zo de basisleerstof die min of meer zou gekend moeten worden. En dan heb je de propellers. En dat zijn de kinderen die eigenlijk die leerstof toch wel al goed begrepen hebben en die een beetje verder gaan verdiepen. Dan heb je natuurlijk nog een spoor dat niet op het bord zichtbaar is. Dat zijn kinderen die curriculumdifferentiatie doen. Dat zijn kinderen die ofwel een apart curriculum hebben naar beneden toe of naar boven toe. Dat zijn twee mogelijkheden. En die hebben eigenlijk vaak extra uitleg nodig. Wat we ook wel altijd doen, is dat de kinderen zelf mogen kiezen in welk groepje dat ze gaan. In het begin van het schooljaar is dat wel nog wat moeilijker en moeten ze daar nog wat mee in sturen. Maar gaandeweg leren ze zichzelf eigenlijk wel kennen. Ik vind het heel belangrijk dat ze zichzelf leren inschatten. Omdat dat uiteindelijk toch iets is wat ze hun latere leven ook gaan moeten doen. Om keuzes te maken in het leven, leren uit fouten. Dat is wat dat iedere volwassen mens in zijn leven tegenkomt. Nu gaan we met mij mee in de miniklas. Het gaat over de grote getallen. Het is niet zo heel simpel. In de klas doe ik ook altijd, of bijna altijd, een miniklas. En dat zijn eigenlijk de kinderen die zeggen van oké, ik vind die les nog een beetje moeilijker. Ik heb het nog wat moeilijk met die leerstof. Ik kan daar nog wel een beetje hulp van de juf voor gebruiken. Dan gaan wij ook altijd samen zitten aan een tafel. En dat is meestal een groepje van 4, 5, 6 kinderen die nog wat extra hulp kunnen gebruiken. En de co-teacher kan er dan ook voor zorgen, terwijl de andere leerkracht de miniklas doet, dat de andere kinderen die vragen hebben, dat die extra begeleiding hebben. Nous venons, vous. Très bien. Très bien. Super. En ik denk dat je als leerkracht ook altijd goed in de gaten moet hebben van oké, is hier nog voldoende structuur voor mij? Gaat dit nog voor mij? Je moet zien, je moet voor jezelf goed aanvullen hoe ver dat je kan gaan. Want ik denk bijvoorbeeld ook kinderen die meer nood hebben aan structuur, is het toch wel belangrijk dat binnen het systeem voor hen er ook wel structuur is. Ieder mens is anders. Ieder mens kiest zijn eigen pad in het leven. Waarom zou dat in een klas anders moeten zijn? Dat is eigenlijk juist hetzelfde.